Je weet niet wat je overkomt. Het is een knal. Een bonk. Je oren zitten dicht. Het stinkt. Ja, en dan ga je kijken van wat is er aan de hand. Ik hoorde een enorme knal. Daarna een enorme oranje vuurbal in de woonkamer waar ik zat. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan. En toen bleek de schuur in de brand te staan. En toen heb ik de 112 gebeld in de schuur. En toen zei 112, die meneer die zei tegen mij dat ik naar buiten moest gaan. Dus van de rest heb ik helemaal niets meegekregen. Ik ben gewoon naar buiten gegaan. Onze kinderen die zien het nou allemaal in de fik opgaan. Je moet het ook realistisch bekijken. Het zijn allemaal maar dingen, wij leven nog. Is het allemaal